Ik ben Robert Timmerman. Ik ben van 3DXL en samen met een vriend van me hebben 3DXL en maken we sculpturen op XL formaat. We staan hier op de campus, Groningen, aan de noordkant. En dit is de entree vanaf het Reitdiep bij de mooie Witte Brug over het Reitdiep. En we staan op de middenberm van de toegangsweg. We zijn gevraagd om een 3D-kunstwerk te maken die impact heeft op het moment dat mensen de campus opkomen. Als een soort entreemarkering. Men moet weten dat men hier op de campus komt. En je hebt hier natuurlijk de universiteiten en de onderwijsinstellingen, maar ook heel veel innovatieve bedrijven. Dus Campus Groningen heeft als doel om dat echt even goed bij de entree te markeren. Ja, ons kunstwerk wordt groot. Dus hij wordt bijna 60 meter lang. Het is een enorm groot staal en kunstwerk. Omdat mensen hier nogal snelheid hebben, willen we graag dat je hem echt ontdekt en ervaart op dat moment, voordat je er weer voorbij bent. Dus dat was een uitgangspunt om hem lang gerekt te maken. En daarnaast hebben we vanuit de ontwerpmotivatie, waarin we staan voor innovatie, voor beweging en groei, eigenlijk wat we de mensen hier toewensen, de bedrijven en de mensen die hier komen. Zoals het leven ook is, hè, met ups en downs, maar uiteindelijk groeien in jezelf en in je vaardigheden. En dat heeft ons geïnspireerd om ook de sculptuur vanuit de markering van de campus te laten groeien en te laten torderen en te laten bewegen. En je ziet het waar ik sta, hebben we een hele gave groenstrook. Gelukkig wordt het niet kort gemaaid, maar hebben we hier heel veel beweging in het groen. En daar hebben we op geanticipeerd met het kunstwerk. Dus hij beweegt, hij gaat omhoog en hij gaat omlaag en hij houdt rekening met de maaicyclus van het groen. Wel een opgave om hem te gast te laten zijn op deze middenberm. Hij is echt te gast, maar hij heeft wel impact. Zonder dat het tekort doet aan zijn omgeving die al heel zorgvuldig is vormgegeven. Het is Cortijnstaal, dus dat moet ook gewoon zijn weg vinden in zijn omgeving. Dus eerst wordt het een stalen sculptuur en dan later gaat hij wat verroesten. Met alle partners en de bedrijvenvereniging West dan de handen op elkaar te krijgen en uiteindelijk hier ook echt zelf de bouten in elkaar te draaien en impact te veroorzaken, ja, dat is een paar keer in je leven dat je dat doet, op deze schaal. En daar zijn we denk ik vanuit het hele team, vanuit de campus, mogen daar hartstikke trots op zijn. Dus, en dat zijn wij natuurlijk ook. Dus ik hoop dat men, zoals ik het nu uitleg, want het is moeilijk praten over iets wat er nog niet staat, maar dat men het ook zo gaat voelen straks. Ja.